Goedemorgen. Loop je, hè? Ja. Goedemorgen. Ja, ik ben weer wakker. Het is 29 december. En nou, vandaag krijg ik weer een paar pakketjes binnen. En het is voor mij nu kerst, geloof ik. Maar die halte bank. Nou, ik krijg weer een mailtje van hem. Nou, het lukt niet vandaag, hoor. Ze hebben het niet opgehaald. En al de partijen die, weet het, waar ik ook een pakketje van krijg, die doet bij dezelfde, bij DHL. Maar volgens hem haalden ze maandag niet op. Nou, ik ben net een beetje zat met die klootzak van transferbouw en waterfun shop. Nou, dit. Ja, ik ga zo meteen weer lekker trainen. Het is vandaag dinsdag. Dus morgen heb ik vrij en dan ga ik een aantal boodschappen doen. En ik hoop dat er dan een groenteman op de markt staat, want ik kom een beetje door mijn groentjes heen. Ik heb iets anders trainingsontbijtje dan anders. Ik heb een beetje uitgebreid dinges, maar er was zo weinig yoghurt. Ik heb yoghurt. Ik heb een crackertje met kipfilet en twee eitjes. En deze dame houdt het allemaal goed in de gaten. Hé, Punk? Ja, helemaal. Oh, 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 oh. Als ik het alleen maar aanwijs, dan kijkt ze ernaar. Nou, ik heb gisteren mijn nieuwe telefoon binnen gehad. Ik heb hem gisteravond weer helemaal ingericht. En wat ik doe om alle paswoorden weer terug te vinden. Nou. Ik heb er maar één algemeen paswoord van gemaakt. Nou, ik ga even eten en dan ga ik trainen. No way, no pain, no train. God zou wel lief hebben. Dit was mijn. Nou ja. Ik ga even heen. Een goede middag. Zie weer bij de lunch. Ik heb heerlijk getraind vanaf 9 uur. Het is nu 10:50. Ik ging kort voor 12 weg daar. Nee, later. Goede berichten van de belasting. En ja, ik kan er weer even tegenaan. Maar wat ik wil zeggen, wou, ik ben hartstikke moe. Ik heb heerlijk getraind, Dimpy was er ook weer. Nog zitten lachen. Die wou even 10 oliebollen wegwerken. Met de kerst heb je een krat bier opgezogen. Maar ja, hoe dat weten. En ik heb vandaag weer mijn schouder gedaan, mijn chest, mijn kuiten en buikspieroefeningen. 30 minuten, 35 minuten lopen en 35 minuten fietsen. Dus. Ja, ik hou alles in de gaten, want de kut negeland hier aan. Ik ga hem even kijken of ik hem ooit in beeld kan krijgen. Kijk, dat is die kut negeland. Dat heb ik als lunch. Dan heb ik een lekker omeletje. Gewoon ham. Nou ja, geen ham, kaas. Spek. Kaas. En ja. Ik ga nu even eten. En ik zie u vanavond. En ik ga op pakketjes wachten. Een goedenavond, we zijn alweer aangekomen. Wat eet ik vanavond? Nou, wat ik eet vanavond, dat is Poriyal. Oftewel Indiaans. Gebakken groenten. Wat hebben we daarvoor nodig?
Nou. Ja, ik blijf even in beeld. Ik moet even een lichtje aan. Wat hebben we daarvoor nodig? Ongeveer 150 gram spersiebonen. Pain julienne. Dus weer heel fijn gesneden. Twee tijntjes. Ja, dat is al knoflook. Gemalen kokos. Mosterdzaad. Karandoem. En chili. En een beetje water. En ja, ik moest ghee hebben. Dus uitgeklaarde boter. Maar ik gebruik maar gewone boter, want ik kan het niet krijgen. Ik kan het niet krijgen. Ik heb stad en land, nou ja, Albert Heijn helemaal doorgezet. Zelfs met een bedrijfsleider hebben gekeken. Maar ik kan het niet krijgen. Dus ik moet maar gewoon de boter gebruiken. Als u het nog niet kunt vinden, dan kan u ook gewoon boter gebruiken. Het hele recept staat natuurlijk weer op romerswereld.nl. WordPress. romerswereld.nl/WordPress2. Daar staan we op. Dus, nou, ik ga even koken. Een goede avond, we zitten aan tafel en gaan zo eten. Ja, wat heb ik gedaan vandaag? Nou, lekker getraind. Zo getraind dat ik pijn in mijn benen heb. Ik ben nog even op de fiets naar de stad gegaan. En een paar boodschappen gedaan die ik nog wou hebben. Ik had een hele leuke schaal gezien waar je allerlei hapjes in kon doen. Maar die was 18 euro, dat vond ik een beetje erg wel. Dus, wat heb ik? Ik heb porvio. Wat is dat? Dat is Indiaans. India, uit India. Gebakken groenten. Dat is dit. Zit spersiebonen in, doperwten, peen, fijn gesneden, kokos, een heel klein beetje chili, goede vetverbrander weer, mosterdzaad, alleen het spat alle kanten op, en kardoem zit erin, dus allemaal kruiden. Die we eerst even moesten fruiten. Dus. Nou. Ja, veel nieuws is er niet. Het is kerstreces. Nou ja, dat heb ik gisteren verteld. Ik kwam een wethouder tegen die nog. Die waar ik nog wat goed van had. Dus. Daar even mee gepraat. En, ja, het is kerstreces. Alleen die van de PvdA, de mensen. Met die. Rollator. Hij had weer een paar rare opmerkingen. En met die dikker. Van onderwijs. Maar ik heb zelf geen onderwijs gehad. Maar weet het wel te vertellen. Dus. Maar ik ga me er niet meer druk om maken. Ik heb zoiets van. Dit is de een na laatste dag. Dus tot 31 december mag ik deze filmpjes. En dan is het. Definitief over, ja, als ik veel op reis ga, ver op reis ga, of in Nederland, dan maak ik weer filmpjes. Dus, dan vind ik het wel leuk, maar ik vind hier niks aan, dus kost ook tijd ook. Nou, ik zou zeggen, eet smakelijk en tot morgen.